Nou, zojuist aangekomen in Drachten, waar we één keer gaan spelen. Om vervolgens de rest van de week te gaan spelen in Nijmegen. Beetje gek, omdat we natuurlijk de hele week niet hebben kunnen spelen. Een aantal coronabesmettingen. Nou ja, en we zijn in Drachten, dus wat eten wij? Een raspertatje met een eierbal. Traditiegetrouw. Ja. Oké, top. We beginnen dus op Al mijn dromen, al mijn... Nijmegen. Heb je zin in, Han? Ja. Ik heb zin om boompjes te snoeien, als ik dit zie. Wat is het voor een boompje? Pinus bugo. Europese bergpen. In slechte staat. Heel goed daar staan. Ja. Deze week spring ik van mijn eerste klas pyjama naar het orkest. Kom mee. Leuk, hè? Heel leuk. Ja. Weet je dat ik hier uit de buurt kom? Oh ja? Oh ja. Oh ja, want jij bent bij je ouders blijven slapen. Ja. Ja. Uit Bemmel. Leuk. Ja, want jij, we hebben jou een paar keer bij de bus zien staan. Ja, klopt. Want we hebben aan elkaar gezet, zaten wij in de bus van Titanic. En jij, ik in de stadsbus was ik aan het wachten. Ja, en ik heb net een heel leuk filmpje opgenomen terwijl jij hier stond. Hoe noem je dat? Een physic warming up? Physical warming up. Ja. En dat doen jullie dan op verliefdheid is een toverbal. Ja. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. De sfeer is goed in ieder geval. Dat doe ik. Wij zijn fan van jou natuurlijk, hè? Dat snap je. Ja, leuk. Nou, ik van jou. We kwamen van de week allemaal met onze Titanic vestjes naar het theater en ik moest hem even afstoffen, want ik wist niet waar hij lag. Hij lag dus in een tasje waar al mijn toy's in zaten. Dat was dus de première komt hè, van een voorstelling als deze, dan is het gebruikelijk. Wist ik van tevoren helemaal niet. Voor halen doe ik maar, wist ik het niet. Maar dan geef je elkaar dus toy'tjes om elkaar geluk te wensen. Ja. Succes. Ja, en ik kwam ook een heel leuk kaartje van jou tegen. Er stond op. Het ook leuk vond om te zien dat ik, net zoals jij, een verstrooide professor ben. En dat je dat zo leuk vindt. Waarom vind je dat zo leuk? Nou nee, ik ben ook een dromer. Ja, ja, een dagdromer. Dat is ja, het, ik kan in mijn eigen wereld zitten. Maar heb jij ook. Ja. Dus dat... Ja. Dat... Hoeveelste musical is dit van jou? Ik wil even zitten kijken. Maar dat moet toch wel op de teller van 25 keer. Zeker, ja. Ja. 32 jaar bezig, dus corona er even aftellen. Ik denk aan een stuk of 28 shows. Ja, ieder jaar één en soms twee in een jaar. Ja. Oh my god. Ja. Oud. Nou. Wat vind je het leukste aan juffrouw Cardoza, die je in deze voorstelling moet neerzetten? Dat is een goeie. Ja, ik vind natuurlijk dat die hoed en die kleding vind ik natuurlijk heerlijk. Een beetje comedy erin vind ik altijd leuk. Ja, gewoon een deftige, chique vrouw is altijd leuk. En stop je ook veel van jezelf in die rol om dat een beetje gestalte te geven? Typecasting. Ja, zitten er veel raakvlakken? Nee, echt niet. Draag je zo'n hoed ook thuis? Ik laat even een foto zien van wie eruit ziet met die hoed. Nou nee hoor, geen raakvlak. Nee. Nee. En
Ja, leuk. Ja, we passeren elkaar een paar keer op de trap tijdens dat scènes. Ja, en dat is zo hilarisch. Ja, dat is echt, dat is gewoon ontzettend leuk. Hoe noem je dat? Een cougar, hè? Ja, een cougar. Ja, we kunnen... Blijf het proberen. Ja, ja. We varen nog even door. We varen nog even door. Ja, gezellig. Tot met jullie. En kom kijken als je nog niet bent geweest. Zeker, kom dat zien. Ja. En we zijn genomineerd, hè? Voor het beste grote musical. Dat zou toch wat gek zijn. Ja, dat zou super zijn. Maar dit vind ik wel leuk. Ik vind de nominatie al... Ja, dit is al leuk, joh. Dit is al goed. Ja. Dag allemaal.